In het Brabantse dorpje Rijswijk bezoeken wij Edwin Straver, winnaar in het kistklassement voor de Dakar 2019. Achter zijn woonhuis in zijn werkplaats ontmoeten we de bekroonde kistrijder. Wat houdt kistrijder precies in? Kistrijder is een apart klassement binnen het algemeen klassement in de Dakar. En daarin gaat de rijder de strijd aan zonder enige assistentie. Dus je krijgt van de organisatie een kist van ongeveer 80 bij 40 bij 40 centimeter. En daarin moeten eigenlijk alle spullen die je nodig zou kunnen hebben vervoerd worden. En de organisatie neemt die kist dan mee van bivak naar bivak. Het is niet dat je achter op de motor moet. In mijn kist zit mijn gereedschapsset. Daar heb ik luchtfilters, oliefilters, ketting- en tandwielenreserve. Mijn sportvoeding zit erin. Een eiwitshake, dus een hersteldrank. Een assortiment bouten, moeren, schroefjes, wat eventueel tegen zou kunnen komen. Dan is de kist al vol. Er mogen geen andere mensen aan jouw motor sleutelen. Ze mogen eigenlijk helemaal jouw motor niet eens aanraken. Kistrijders onderling mogen elkaar wel helpen. Maar je mag niet zeggen van een monteur bij een team die wat meer weet. Van joh, kijk eens naar mijn motor, kun je even helpen? Dat mag niet. Die mogen erbij staan, die mogen dingen zeggen. Maar ze mogen niet aan je motor komen. Reguliere rijder sluit zich aan bij een team. Die hoeft zich alleen maar te concentreren op het rijden. Komt dus 's avonds binnen, geeft zijn motor aan de monteur. En zegt wat er eventueel moet gebeuren. En die monteur die zorgt dat de volgende dag zijn motor weer picobello in orde staat. En die rijder die kan gaan rusten. En wij daarentegen moeten, als we binnenkomen, snel even wat eten. En eigenlijk de overal aantrekken om onze motor onderhoud te gaan geven. We zijn dit jaar in Peru geweest. Heel veel duinen gehad. Waaronder echt mega hoge duinen. En wat voor soort problemen kom je in de duinen tegen? Soms zijn ze zo hoog dat je niet boven kan komen. Wij als motocrossers in Nederland groeien op met zand. En dat merk je wel. Kost me niet heel veel moeite. Heb je moeten acclimatiseren aan de hoogtes? Sommige mensen slapen in een hoogtetent van tevoren al, om daar dus aan te wennen. Maar ik had tabletjes. Het zijn eigenlijk plastabletten, maar die werken dus heel goed tegen hoogteziekte. Maar ik heb ze niet nodig gehad. Dus gelukkig heb ik er vorig jaar ook geen last van gehad. Wat was jouw dagelijkse strategie? 'S Ochtends meestal om een uur of 4 uit bed. Je tentje opruimen. Tussen 5:30 en 6 moesten we onze tent inleveren en de kist. En om 6 uur was meestal de start van de verbinding. En dan de start van de etappe, rijden. En dan meestal om een uur of 1:30, 2 waren we klaar met de proef. Dan hadden we nog verbinding terug en dan was je meestal om een uur of 3:30, 4 uur. Was je weer terug in bivak en dan begon ik met even lekker mijn motorkleding uit, korte broek aan. Even wat eten en opfrissen en dan sleutelen. Tot een uur of 7:30, 8. En dan het nog een keer eten, want je moet toch blijven eten daar, want je verbruikt veel. Na het eten meestal een rookboek klaarmaken. Dat is een ouderwetse papieren rol. Met daarin wat aanwijzingen. Het is echt per kilometer, zeg maar. Met wat markeerstiften proberen moeilijke punten eruit te lichten, dat je die tijdens het rijden makkelijk herkent. Om het navigeren makkelijker te maken. Vers, wat is dat en heb jij ermee te maken gehad? Een soort poeder. Het is net water, zo dun. Daar rij je erin en dat kan tot 60, 70 centimeter diep zijn, met daaronder naar de ondergrond. Best gevaarlijk. Er kunnen stenen liggen die je dus niet ziet. En een van de valpartijen die me bij is gebleven, heb ik echt een snoekduik gemaakt, waardoor ik echt helemaal kopje onder in de vers ging. Mijn helm, alles, mijn bril zat helemaal dicht met stof. Verdwalen er ook rijders tijdens de rally? Ze weten continu precies waar wij zijn. Bij de motorrijders is het zelfs zo dat als wij vallen en ze kunnen zien of dat een harde impact is geweest. Er zit een soort G-krachtmeter in. Dat wordt continu bewaakt in Parijs. Word je opgebeld. En mocht je dan niet reageren, dan staat er binnen 5 minuten een helikopter bij je. Dus die veiligheid is echt tegenwoordig echt super. Ik werd vorig jaar 5e in het kistklassement.
En 49ste algemeen, dus dat was eigenlijk ook een superprestatie. En dat smaakte naar meer. En ik heb het vorig jaar helemaal in een roes beleefd, omdat het heel spannend was. Voor de eerste keer, alles was nieuw. Verder nergens tijd voor gehad, dus dan maak je een Dakar niet heel bewust mee. Dat is ook een reden dat ik weer wilde gaan. En dat is dit jaar geweest en dat is heel goed uitgepakt. Maar ja, als je dan het kistklassement mag winnen en je hoort 30ste algemeen, daar stond ik wel van te kijken. Daar ben ik wel erg blij mee, ja. Dat is wel superleuk. Zijn er al plannen voor volgend jaar? Plannen altijd. Ik bedoel, ik rij heel graag motor. Ik vind de Dakar echt een super evenement. En de tijd zal het uitwijzen. Ik moet weer aan de slag met mijn sponsoring. Ik kan het ook zelf niet allemaal betalen. En gelukkig heb ik een hele grote en sterke achterban die mij het mogelijk maken om de Dakar te rijden. Heel veel enthousiaste mensen. En ik hoop dat die allemaal nog net zo enthousiast zijn als vorig jaar en mij weer een warm hart toedragen en mij daardoor weer kunnen helpen in de Dakar. Dus dat moet ik beslissen voor juni. Dan moeten we weer inschrijven.